Hoi, welkom bij het Tot de Lemke 2020 kersteditie. We gaan de wijnen doornemen die bij het menu horen. Dus ik heb hier de 5, 6 wijnen. Ik moest even schakelen. 6 wijnen voor jullie klaarstaan die we gaan doornemen. Ik heb de kerstman meegenomen die een oogje in het cel houdt. Deze zegt geen ho ho ho. Yo yo yo. Maar yo yo yo. Om maar gelijk van start te gaan. Het eerste gerecht is bij iedereen hetzelfde. Dat is Plank van de Zotte. Maakt het gelijk wel... redelijk breed, want het zijn allemaal verschillende kleine gerechtjes van gedoogde hammetjes of als je iets vegetarisch hebt, een vismoesje, veel uiteenlopende smaken, dus dat is met wijn-spijscombinatie moet je dan wel gaan zoeken. Wat ga ik dan doen? Nou, dan vind je van Domaine de Vidilan Circa, een Viognier. Waarom deze wijn? Nou, het is een Viognier is een redelijke opkomende druif, veelal al van gehoord en vaak ook tegenwoordig favoriet van de meeste mensen. Maar het is een druif die veel aroma heeft en ook een wat vettige eigenschap. Hiervan heeft 2/3 van de wijn heeft dan op eikenvaten vergist, maar oude eikenvaten, dus de invloed van het eiken is wel aanwezig, maar niet heel heftig. En dan krijg je echt een beetje mooi dat wat bittere van een sinaasappel, veel steenfruit en echt milde houttonen. En zeker omdat hij dan ook nog wat vettig heeft en wat rondere aroma's. Heeft voldoende body om wel bij zoute hapjes rond te komen of juist bij de wat vettigere dingen die hier baas zijn gemaakt van mayonaise of room. Maar ook weer bij het kruidige, het droge van bijvoorbeeld een toosje. En hij heeft echt voldoende frisheid ook nog om als aperitief te dienen. Dus al in al is dat gewoon echt een super fijne wijn om mee te beginnen. En wat ik al zei, het kan dus bij ieder afdeling van de plank kan het dus goed uitkomen. En hier en daar misschien net wat minder goed, maar bij de andere juist weer veel beter. Dus ja, dat is een goed begin voor jullie. Lekker aromatisch, stuivend. Nou, dan bij de soep hebben we ervoor gekozen om de limoe door te schenken. Het zijn allebei soepen op roombasis. Dat maakt hem al wat voller, wat vetter. Soep combineert vaak ook wat moeilijker met wijn en zo'n Viognier als dit heeft echt net voldoende aroma, maar niet, is niet te zuur om daar mooi bij samen te gaan. En daarom hebben we ervoor gekozen om die gewoon door te schenken dan een andere wijn erbij te pakken. Gewoon voor de continuïteit, voor jullie is het fijn. Dit wordt een stuk romantischer zo denk ik. Hebben wij voldoende licht is de vraag. Ik sta gewoon op, want dat kan ik. Dat zijn de elfjes, die zijn aan het werk. Kop is eraf, Stijn. De kop is eraf. Maar goed, daarom schenken we die door. En het is gewoon sowieso, je kunt hem naast de soep drinken of als begeleider van de soep. Het is echt geen straf. Bij het hoofdgerecht laten we gelijk maar doorgaan naar de enige witte van de wijnen die bij de hoofdgerecht komen. Dit is van Domaine L'Or, een wijn uit Limoux. Dit gaat bij het visgerecht met de spinazierisotto. Limoux is Zuid-Frankrijk, ligt hier vlakbij Carcassonne. Echt een klassiek wijngebied. Chardonnay is er echt flink opkomend, daar is deze ook grotendeels van gemaakt. 75%, maar 25% van deze wijn is gemaakt van Mauzac. Dat is een inheems druifje uit dat gebied. Die wordt daar al sinds 1500 verbouwd. En dat heeft echt, zeker als die optimaal rijp is geplukt, een beetje de aroma van gedroogde appelschil. Die Chardonnay, welbekende druif, die heeft in dit geval heeft, hier 2/3 ook van op nieuw eiken vergist. Dat maakt hem gelijk een stuk voller, 10 maanden op gerijpt. Dus de vergelijking, even trekken naar de Viognier, is dit een stuk kruidiger, wat vetter. Er komt dat kruidnagel nootmuskaat naar voren, gedroogd appeltje. Nou, bij die risotto, ken je de kok goed van hier? Ja, precies. Nou, daar zitten toch best wel wat krachtige, rondere smaken aan. Daar wil je niet onder gaan zitten, maar je wilt ook niet een te zure wijn. Want dat gaat het gerecht volledig aan ten onder bij dit gerecht. Er zit wel met de Hollandaise ook wat zure accenten bij, maar deze heeft dat echt nog wel voldoende. Heeft nog voldoende frisheid. Potverdomme, want is dit gewoon lekker. En het mooie is, ik kan dit gewoon nu lekker opdrinken, want hij drinkt deze keer niet mee. Je bent wel op je woorden, Stijn. Ik let niet op mijn woorden. Nee, zeker niet. Nou,
Hij gaat goed, Stijn. Dan gaan we door naar de Portobello. Portobello is gevuld met een vars, dus dat zijn fijn gesneden champignonnetjes, groenten, wordt licht gegratineerd. Het is zo, die komt uit de oven, dus dat die champignon die wordt zoeter en zoeter, ook door die garing. Maar er zitten heel veel aardse tonen in, er komen nog wat cashewnoten komen erbij. Daar hebben we gekozen voor de Valpolicella Ripasso Superiore. Ripasso is ook echt geliefd in Nederland. Het is een wijn die is ontstaan in Valpolicella. Eigenlijk waren er eerst twee stijlen. Je had namelijk de Valpolicella, een normale wijn van normale druiven gemaakt. En de Recioto, een dessertwijn van gedroogde druiven gemaakt. In sommige jaren ging dat maken van die zoete wijn ging niet helemaal goed. Want het was te warm in de kelders, dus de gist ging door en hield je een droge wijn over. Dat is Amarone geworden. Maar het mooie is, als je Amarone maakt van die gedroogde druiventrossen, na de wijn maken zit die trots nog zoveel smaak. Als je die nog even in een andere wijn legt en opnieuw vergist, de Ribasso, hou je deze wijn over. Het is veel mooie zure kersenfruit, komt naar voren. Het is wat. Het is kruidig. Het heeft een beetje de geur van tabak. Toch? Heerlijk. Heerlijk. Zie je? Heerlijk. Hij weet er niks van, maar goed. Hè? Heerlijk. Proef wel. Maar je hebt dus inderdaad wat zoetere, wat zachtere accenten vanuit dat aardse ook van de paddenstoel. Nootachtige aroma's. Maar het is nog steeds blijft als een best wel fris gerecht. En dat heeft deze wijn ook allemaal. Het is een toch redelijk volle smakende wijn, maar wel frisse accenten. Veel fruit en toch ook nog mooi dat aardse. Beetje tabak, komt ook een beetje vanille naar voren, ook omdat het deels op eikenhout heeft gelegen. Al in al. Er zit gewoon een super fijne combinatie bij zo'n Portobello. En ook als je op zo'n lekkere bank zit. Ja. Het leuke is nog, dit is vernoemd Torre del Valesco naar een rover uit dat gebied. Die een beetje een Robin Hood status had. Oftewel de Toren van Valesco. Calzas, die... En we hebben uitgezocht, Sancom is een Côte du Rhône, 100% Syrah. Is gemaakt door Sancom en zij, of wel hij, wijnmaker. Is bekend van Gigondas, een appellatie uit dat gebied. Een gebied waar primair Syrah ook wordt verbouwd. Redelijk krachtige wijn, maar Calzas is redelijk zacht vlees. Minder heftig dan zeg het een biefstuk. Maar omdat we met pesto en een jasje maken en met die ham. Parmaham maakt het een stuk zout en zout zorgt ervoor dat de body van de wijn vaak wat verlaagd wordt. Dus we hebben ervoor gekozen juist net wat krachtige wijn erbij te zetten. Maar door de combinatie van al die ingrediënten zorgt ervoor dat het een hele mooie combinatie is. En bij Syrah ruikt echt, heeft heel veel fruit en gaat een beetje naar rozenblaadjes toe, framboosjes. Maar er zit ook wat van zwarte olijf in en wilde kruiden en gerookt spek. Dus het is een mooie combinatie ook. Bij wijswijs gaat het niet om de combinatie van aroma's, maar wel van mondgevoel. En hierin gaat het juist ook is het de combinatie van echt beide factoren. Heeft echt een flinke body, flink wat tannines. Maar wat ik zei, zeker door die parmaham, zorgt dat het echt wel wat zachter naar voren komt. Tof is ook, ze weten dat dit wijnhuis wat ze in handen hebben al sinds... Moet ik het jaar er wel goed zetten, rond 1700, 1500, 1 en 2, is neergeschreven in de logboek van de adel. Maar het is gebouwd op Romeinse archeologische opgravingen hebben ze daar gedaan. En daarin durven ze sowieso te stellen dat er waarschijnlijk wel langer dan kleine 500-600 jaar al wijn wordt verbouwd. Maar zodoende wordt er al in dit geval bekend en beschreven wijn verbouwd in het jaar dat dat is opgeschreven. Je weet niet wat je mist. En last but not the least, hert en haas en hertje chocade. Château Belleu, Zuid-Franse wijn. Dit is een combinatie van Syrah met Grenache en Mourvèdre, de zogeheten GSM blend. Het is een mooie combinatie van drie druiven om een mooie balans te maken in de wijn. Want er komen vanuit elke wijn, in ieder geval van elke druif, komen een paar accenten. Even het wijnhuis zelf. Het is mooi water genoemd eigenlijk omdat er verschillende bronnen ontspringen rondom het wijngoed.
Nou, 50% van deze wijn heeft op eigen vaten, nieuwe eigen vaten vergist, maar de andere helft hebben ze laten liggen op roestvrij staal. En na de hand weer geblend. Wat je dan krijgt, is dat je vanuit het houtlaging komen er echt wat krachtigere, wat rijpere aroma's naar voren. Maar je hebt ook vanuit de andere kant heel veel fris fruit nog, omdat dat dus niet in aanraking is geweest met zuurstof of met eiken. In dit geval, ja, dus vanuit de Syrah veel zwart fruit komt naar voren. Vanuit de Grenache superveel rood fruit, iets hoger alcoholpercentage. En vanuit de Mourvèdre nog echt wel extra wat power. Flinke body, flinke bits, maar ook nog heel wat frisheid. Nou, je zit bij het wild, heb je echt wel een hogere smaakintensiteit. De cicade is wat droger, het is gestoofd. Dus je krijgt ook wel een wat drogendere mondgevoel. Nou, dat doet dit. Deze wijn doet dat ook met die tannines, die trek je echt flink aan. Nou, dan krijg je een hele mooie koppeling ook in smaaksensatie. En dat, daar draait het uiteindelijk ook allemaal om. Maar het heeft ook voldoende power om dat nog even op te pakken. Echt ja, veel specerijen, kruidig, een beetje zwarte peper komt naar voren. Maar ook wat nootmuskaat, kruidnagel, vanille door die houtlagering. En boordevol fruit. Flink wat power. En ja, het alcoholpercentage spreekt er ook na. Dus dat is ook echt een fijne afsluiter. Om, als het gaat om de wijnen bij de hoofdgerechten. Mm. Ja, bij het tapasdessert doen we eigenlijk hetzelfde als bij het voorgerecht. Veel verschillende zoete lekkernijen op één plateau om van te snoepen. Daar moet een snoepje bij. We hebben hier uit Valencia Dona Dolcia. Een zoete wijn van de Muscatel. Muscatel de Alexandria, om precies te zijn. Muscat Alexandria is echt een klassieke druif, echt in de oudheid al, denk aan de Grieken en de Romeinse tijd, dat dit druifje al werd verbouwd. Is een van de aromatische druivenrassen die de wereld rijk is, boordevol aroma. En dit gaat het naar sinaasappel, rozenblaadjes, lychee, echt, noem het zo gek niet op en het zit erin. Heel fris, heel stuivend. Als ik er nu al boven hang, vliegt het mijn neus al binnen. Maar ook mooi zoet. Het zijn hele kleine druifjes die echt genieten van warmte en zonlicht. En wat doet zonlicht? Dat zorgt voor flink wat suiker. En dat maakt het ook dat ze er hele mooie zoete wijnen van kunnen maken. Nou, als je wel eens in Valencia bent geweest, dan weet je ook wel hoe knijterwarm het daar kan zijn. Daar is deze wijn. Daar komt deze wijn vandaan. En eigenlijk het belangrijkste is bij een dessert: zorg ervoor dat de wijn over het algemeen zoeter is dan wat je op het bord hebt liggen. Want anders wordt de wijn veel te zuur. Nou, daar kan deze goed in mee, want dit is goed zoet. Maar het heeft echt wel een mooi frisje. En dat vind ik ook belangrijk bij desserts. Je moet niet een dessertwijn hebben waarin je alleen suiker proeft. Het is een mooie balans van echt aroma, van frisheid, maar ook van dat zoet. Wat uiteindelijk ook wel zeer belangrijk is bij een dessertwijn. En zo gaat het gewoon lekker samen met alle lekkernijen die op dat plateau liggen voor jullie. Dus dat zijn alle wijnen die wij voor jullie hebben uitgezocht. En ik hoop dat het allemaal mag smaken vanavond. En dan sluit ik het af met een proost. Stijn, je hebt het top gedaan, vriend. Dankjewel. Graag gedaan.